Met haar 33 jaar wordt George Vermu de jongste burgemeester van Nederland. Op 3 juli gaat ze aan de slag in de gemeente Zundert. Ze groeide op in het Zeeuwse plaatsje Oostburg. Daar zochten we haar op en spraken met haar in het Zwind College, waar ze jarenlang op school zat. Ja, George Vermu, hartstikke leuk dat we hier mogen zijn. Ja. Op het Zwind College in Oostburg. Mm-hmm. En in Oostburg, daar is het allemaal begonnen. Zeker, hier is het begonnen. Ik ben hier in Oostburg opgegroeid, geboren en getogen. En we zijn nu hier te gast eigenlijk op mijn middelbare school, waar ik zelf op heb gezeten. En ben je hier ook gevormd? Er zijn natuurlijk meer plekken die je als mens vormen. Dat is vanaf de basisschool tot nu geweest. Maar dit is wel een belangrijke periode geweest die ik hier op het Zwing College ook heb doorgebracht. Ja. Ja, en daarna naar het Brabantse toe? Absoluut. Naar Breda? Ik heb in Breda gestudeerd 4 jaar. Daar ook op kamers gewoond in de Haagse Beemden. Dus het West-Brabantse is in ieder geval vertrouwd voor mij. En ook de richting? Was dat ook een bewuste keuze? Ja, dat was zeker een bewuste keus. Ik had altijd de ambitie toen ik nog op het Zwing College zat om naar de politieacademie te gaan. Daar was ik te jong voor. Okay. Je moet 17,5 zijn als je van de middelbare school komt om de politieacademie in Apeldoorn daar naartoe te mogen. Dus ik had zoiets, wat ga ik dan doen? En ik ben maatschappelijk werk gaan studeren in Breda. Toch vanuit het idee om mensen te helpen. Daarmee kom je dan naar zo'n opleiding toe. En ik vond het zo interessant dat ik uiteindelijk toch besloten heb om de volledige opleiding daar ook af te ronden. Juist. En uiteindelijk ook een master in gehaald in maatschappelijk werk. Ja, in Nijmegen. Ja, en ook maatschappelijk werk in uitvoering gaan brengen, toch? Absoluut. Ja, ik heb als maatschappelijk werker verschillende rollen vervuld. Algemeen maatschappelijk werk. Wat betekent dat iedereen met vragen op alle levensgebieden bij je terecht kan. En je samen kijkt hoe kan iemand ook weer zelfstandig verder. En wat is daarvoor nodig? Iedereen kan op zijn of haar pad tegenslagen tegenkomen. En dan is het belangrijk om soms dat steuntje in de rug te hebben. Of iemand die even met je meedenkt van wat is nu nodig om zelf ook weer verder te kunnen. Ik ben ook gezinscoach geweest. Dus onder andere opvoedingsondersteuning of bij vragen in gezinssituaties begeleiding geboden. En ik heb op het politiebureau uiteindelijk nog als maatschappelijk werker ook gewerkt. Kijk, ja. Maar politiek trok ook op een gegeven moment. Ja. Hoe kwam dat? Ja, als maatschappelijk werker heb ik toch ook ervaren dat mensen soms tegen de grenzen van wet en regelgeving aanliepen om weer de kans te krijgen zelf verder te kunnen. En daar wilde ik zelf graag ook een bijdrage aan leveren door te kijken van hoe kunnen we nu de wetten zo maken dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. En dat is wel de gelegenheid die ik heb gehad in Den Haag om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Ja, want u bent op een gegeven moment in de Tweede Kamer dan terechtgekomen voor de Partij van de Arbeid. Ja. Dat was ook een bewuste keus, deze partij? Ja, dat was een bewuste keus, zeker. Ik heb natuurlijk een sociale achtergrond sowieso. En de Partij van de Arbeid staat voor toch bepaalde waarden die ik daarin herken. Ja. Nu als burgemeester sta ik boven de partijen. Maar dat sociale hart zal ik altijd meenemen. Juist. Ja. Ja. En hoe was die periode in de Tweede Kamer? Het was een hele leerzame periode. Ik ben er kort in de Tweede Kamer geweest, 1,5 jaar. Dus ik heb mij het werk heel snel eigen moeten maken. Maar ik heb de gelegenheid gehad om op heel veel verschillende onderwerpen betrokken te zijn. Ik ben onder andere woordvoerder geweest op het gebied van de veiligheidsregio's. Heb ik kennis gemaakt met de brandweer. Hè. Dat zal ik in het Zundertje ook mee gaan kennismaken. Ja. Maar bijvoorbeeld ook middelbare scholen. Het voortgezet onderwijs, kunst en cultuur. Ben ik woordvoerder op geweest. Geneesmiddelen. Dus eigenlijk een heel breed terrein waarop ik debatten heb mogen doen. Te kort eigenlijk? Ze zeggen altijd, het kamerwerk moet je 4 jaar doen om het je eigen te maken. 4 jaar om resultaten te boeken en 4 jaar om het ook weer over te dragen aan een nieuwe generatie. Ik ben het 1,5 jaar geweest en ik had na een jaar ook echt het gevoel wel, ik ben hier nu resultaten aan het boeken. Maar ik heb ook de andere kant van het kamerwerk gezien, waarin je toch door de media gedwongen wordt eigenlijk om de verschillen uit te vergroten. En ik vind het juist mooi om te kijken, wat hebben we gemeenschappelijk? Ja. En hoe kan je er samen iets moois van maken? En dat is wat ik in het burgemeesterschap hoop te gaan doen. Ja, dus het was niet echt een grote teleurstelling dat het na 1,5 jaar ophield? Het is een periode geweest waar ik met heel veel plezier op terugkijk en voldoening. Ik heb echt wel wat dingen kunnen bereiken en bijdragen. Maar deze stap is voor mij een die mij meer past. Juist, want had u toen al gelijk iets van,
het burgemeesterschap, dat is wel wat voor mij. Nou ja, tegelijk. Ik ben daarin dan wel na het Kamerlidmaatschap ook wel zo geweest van ja, op mijn leeftijd kan dat al. Ja. En ja, welke ervaring moet je hebben? Dus het is wel een ambitie geweest die ik al langer heb. Omdat ik het gewoon een hele eervolle, mooie baan vind. Het is een ambitie die ik wel al langer had. Maar waar ik me ook echt op ben gaan oriënteren. Ja, ja. Ja, goed gaan oriënteren. Ook op de functie? Absoluut, ja. Op de functie, op de rol, op Sundert natuurlijk ook. Toen Leni Poppen in september aangaf dit jaar te gaan afronden, ja. Is Sundert voor mij ook in beeld gekomen. En ben ik mij ook echt in de gemeente gaan verdiepen. Want was het bewust Sundert of had het ook elke andere willekeurige gemeente kunnen zijn? Het was heel bewust Sundert om een aantal redenen. Op de grens van Vlaanderen en Nederland. We zijn hier nu in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Ja, daar zit zoveel overlap en herkenning voor mij ook wel in. Als grensgemeente, als plattelandsgemeente met kleine kernen. Toch wel de verbondenheid, maar ook wel soms de concurrentie die er is tussen dorpen. Ja. Ik vind het mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren aan die samenhang. Maar ook, ik denk dat ik mij daar echt thuis ga voelen. Ja. Want u bent al een aantal keren op bezoek geweest in Sundert. Ja, ja, regelmatig. Ja, regelmatig ja. Al. Ja. Wat valt u op? Ja, toch de gemoedelijkheid. Ik denk dat Sundert ontzettend veel te bieden heeft. De vriendelijkheid van mensen op straat, elkaar begroeten. In deze periode zie ik de corso-tenten weer in de wijken verschijnen in de kernen. Vorig jaar toen ik er al rondreed, stonden ze er nog na het corso. De saamhorigheid wel, dat valt me echt op. Wat denkt u, want in de media ook altijd belicht, Sundert is toch een vrij lastige gemeente. Is het ook de afgelopen 12 jaar zeg maar ook wel gebleken? Ja. Ziet u daar nog tegenop? Nee, daar zie ik niet tegenop. Ik denk dat er ontzettend veel bereikt is de afgelopen jaren. En er liggen zeker nog mooie uitdagingen. Maar ja, dat is juist iets waar ik de schouders samen met het college en met de raad, maar ook met inwoners, verenigingen en ondernemers echt de schouders onder wil gaan zetten. Ja, wat voor uitdagingen denkt u zoal? Nou ja, er zijn uitdagingen die door de raad ook al in de profielschets voor de burgemeester benoemd zijn. Hè? De samenwerking tussen gemeenten. Maar bijvoorbeeld ook kijken van wat heeft Sundert aan de omgeving te bieden. Ik denk dat Sundert heel veel te bieden heeft ook op het gebied van toerisme, recreatie. Maar hoe zorg je dan dat Sundert ook wel Sundert blijft? Ja? Ja. En dat mensen zich blijven herkennen in de gemeente waar ze prettig wonen. Ja. Dat het meer gaat bruisen nog. Het bruist al volgens mij. Ja. Maar we kunnen er volgens mij met elkaar nog iets veel mooiers van maken. Juist. En waar kijkt u het meeste naar uit? Ja, echte kennismaking. Zeker de komende maanden met alle mensen die aan Sundert op welke wijze dan ook een bijdrage leveren. Ja, ik geniet nu al van de omgeving. Ik ben er al een aantal keer gaan wandelen, ook in de natuurgebieden. Een aantal terrasjes ook wel aangedaan en eens gehoord van wat wordt er dan om me heen zoal besproken. Wie is hun nieuwe burgemeester? Ja, dat is een grote vraag, hè? Ja. Wie is hun nieuwe burgemeester? Ik denk dat ik een enthousiaste burgemeester zal zijn. Ik wil voor alle inwoners van Sundert benaderbaar en toegankelijk zijn. Ik hou ontzettend van erop uitgaan. Dus men zal mij veel buiten in het Sundertse ook wel tegenkomen als ik daar de gelegenheid toe heb. Hoe zit het eigenlijk met het privéleven van de nieuwe burgemeester? Ik woon alleen, nu in IJsendijk, straks in de gemeente Sundert. Over een tweetal maanden, mijn huis is inmiddels verkocht, dus er staat me niks meer in de weg om naar Sundert te komen wonen. Ga ik ook snel doen. Ja. Ik woon daar alleen. Ik heb een hele leuke vriendengroep met nichtjes en neefjes. Geen echte nichtjes en neefjes, maar ze noemen me wel tante. Okay. Dat zegt ook iets over de band die we hebben. Ja. En ik vind het ontzettend leuk om met hun op pad te gaan en pannenkoeken te bakken en te knutselen. En dat is ook gewoon een leuke vrije tijdsbesteding. Ja, wat heeft u nog meer hobby's? Ik hou ontzettend van koken. Dus dat is wel echt een grote hobby van me. Nieuwe gerechten uitproberen. Dus ik hoop ook nog wel wat kennis te maken met streekgerechten die er eventueel zijn. Fietsen, wandelen, echt buiten actief zijn wel. Ja. Ja, voor die schaarse vrije tijd die er nog overblijft dan natuurlijk. Ja, ik veronderstel dat het toch schaarse vrije tijd zal zijn. Maar binnen die schaarse vrije tijd zulke dingen ondernemen. Ja. Ja. U bent nooit raadslid of wethouder geweest. Dus eigenlijk het lokale bestuur is vrij nieuw. Mm-hmm. Is dat nog een uitdaging of een probleem?
Ik heb het lokale bestuur wel van een andere invalshoek van zeer dichtbij mogen meemaken. Ik ben ooit in de politiek begonnen als lid van de adviesraad jongvolwassenen in de gemeente Sluis. Daar heb ik hier in de gemeente mijn eerste stappen zeg maar, in het lokale domein gezet. Zo heb ik wel het reilen en zeilen van een gemeente, van de lokale overheid, van heel nabij gevolgd. Ik heb ook altijd actief hier de gemeenteraad gevolgd, weliswaar op de achtergrond. Onder andere omdat ik directeur was van een organisatie hier in het lokale sociaal domein, vond ik het ook passend om niet in de gemeenteraad te gaan. We hadden gewoon rechtstreeks ook vaak contacten met het college. En uiteindelijk is de organisatie waar ik voor werkte ook overgedragen aan de gemeente Sluis. Dus het was in die zin voor mij van belang om niet direct actief te zijn als volksvertegenwoordiger of als wethouder hier binnen de gemeente. Ik zie het niet als een probleem. Het is wat mij betreft juist een verfrissende blik die ik daarmee ook weer mee kan brengen. Ervaring en kennis kan je snel opdoen. Ik kan me snel dingen eigen maken en daar ga ik ook hard voor werken om dat te doen. Ja. Ja. U bent straks de jongste burgemeester van Nederland. Ja. Hoe is dat? Nou ja, dat bracht in ieder geval wat extra aandacht mee toen bekend werd dat de gemeenteraad mij had voorgedragen als hun nieuwe burgemeester. Het is een bijkomstigheid. Ik denk dat ik daarmee ook juist die frisse blik waar ik het net over had weer meebreng. Maar uiteindelijk gaat het bovenal volgens mij om de competenties die je als burgemeester hebt. En dat heeft de vertrouwenscommissie wel benadrukt. En daar ben ik ook blij om, dat het uiteindelijk gaat om wat ik meebreng als uw nieuwe burgemeester. Ja, nou, met 33 jaar bent u nog dus niet alleen de jongste burgemeester, maar ook nog iemand die aan het begin staat van een langdurige carrière. Mm-hmm. Is Sundert u weer snel kwijt? Nee, ik ga voor Sundert met volle overtuiging. Ik heb de laatste jaren, zoals we het net al bespraken, een aantal verschillende rollen al vervuld. En ik heb er ook echt behoefte aan om nu voor langere termijn me ergens aan te verbinden. En in Sundert ga ik mij thuis voelen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dus Sundert zal mij niet snel kwijt zijn. Dus geen stapje om snel die ladder omhoog te klimmen? Nee. Ik zie hier nu voldoende uitdaging om me echt voor meerdere jaren aan de gemeente Sundert te verbinden. En wat is nu het eerste wat u gaat doen als burgemeester? Ja, ik ga toch nu denk ik als eerste verder kennis maken met inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college. Kijken waar zien zij de prioriteiten, de uitdagingen. Goed luisteren. Kijken wat me daar ook in opvalt. En van daaruit mijn eerste stappen zetten. En niet alleen binnen de gemeente kennis maken, maar zeker ook met omliggende gemeenten en samenwerkingsverbanden waar Sundert intensief mee samenwerkt. Om te kijken hoe we daar als gemeente ook goed onze positie in hebben en behouden. En dan natuurlijk, eerste zondag van september, het Corso. Ja, absoluut. Daar kijk ik naar uit. Ja? Het zal voor mij de eerste keer zijn dat ik het Corso meemaak. Ik heb hier in Zuid-Vlaanderen wel gehoord dat het toch een traditie is dat bijvoorbeeld in de jaren 60 inwoners hier uit de regio met bussen naar Sundert toe kwamen. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. Het leeft echt in Sundert. Kinderen groeien er van jongs af aan mee op. De tenten, zoals ik net ook al zei, zie ik echt verschijnen nu in de gemeente. Ja, en ik wil in aanloop daar naartoe absoluut ook gaan kennismaken met de buurtschappen. En in de tenten kennismaken al met de mensen die zo hard aan het werk zijn in aanloop naar 1 september toe. Kortom, hier zit een hele gedreven, enthousiaste burgemeester. Absoluut. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Prima, dank u wel. Ja, dank je.